Jeugdcomité Zomeren hield in de eerste week van de zomervakantie, van 8 tot en met 11 juli, het bouwdorp voor kinderen van de basisscholen in Zomerendorp. Ruim 600 kinderen en 300 vrijwilligers waren een kleine week samen actief op het grasveld bij Blokhut de Donkelaar. Wendy den Dekker, coördinator van het bouwdorp in Zomeren. Het is een verrassing dat ik hier ben. Ja, dat was het voor ons ook. We hebben woensdag de boel helemaal om moeten gooien. Dus we zijn super blij dat we hier nu staan. Maar een verrassing was het zeker. Ja. Wie beslist dan dat jullie gaan verhuizen van het ene plek naar de andere? Nou, we hebben dat in goed overleg met de gemeente hebben we dat gedaan. Ik ging woensdag terugkijken naar het terrein om te kijken hoe het ervoor stond met de processierupsen. En we waren het er eigenlijk gauw genoeg met elkaar over eens dat we het daar niet door moesten laten gaan. Toen hebben we de burgemeester en de wethouder erbij gehaald en hebben we met elkaar besloten om het anders te gaan doen. Dan voel je zelf ook die processierups daar als je daar rondloopt? Ja, ja. Het is gewoon daar op het, ja, het is gewoon echt op het terrein. Zijn er gewoon veel. Er is gewoon veel overlast. En daardoor hebben wij met elkaar moeten zeggen, ja, dat moeten we niet willen. Er zijn meer dan 600 kinderen en zo'n 300 vrijwilligers op het veld. Die overlast zou te groot worden. Heb je op zoek naar een alternatieve plek gauw gevonden? We hebben eigenlijk woensdagavond de tijd genomen om door heel zomeren rondjes te racen om te kijken waar plekken open zijn. Met verschillende mensen gebeld om te zoeken waar de ruimte was. En uiteindelijk leek dit het meest ideale alternatief. Dat lag er nog. Ja, dat lag er nog. En we zijn hier redelijk bekend. Dus wat dat betreft in de voorbereiding scheelde dat ook wel. Hè? Want we hebben natuurlijk, je moet alles omgooien. Dus je stroomvoorziening en je watervoorziening. Maar goed, er zijn allemaal dingen die we in het verleden hier ook gedaan hebben. Dus die lijnen waren weer makkelijk gelegd. Ja. Goed dat ik in 10 jaar tussen zat, tussen één terrein en ander. Jullie kennen het allemaal nog. Dat klopt, dat klopt. Dat klinkt wel dat het wat kleiner is dan gepland. Hè? Ja, het is iets compacter. We hebben echt wel even zitten rekenen en zitten puzzelen. We hebben de tent ook een stukje keer kleiner moeten maken. En zo heb je wat concessies moeten doen om het toch veilig door te kunnen laten gaan. Dat kan er wel op, maar het wordt lekker druk in het dorp. Het wordt druk. Het wordt druk. Hutje mutje zeggen wij al. Ja. Hoeveel kunnen we doen ermee? Ruim 600. Dus zijn er niet minder geworden omdat jullie vertrokken zijn? Nee, absoluut niet. Nee. Het is eerder andersom, want er zijn echt wel ouders geweest die hun kind weer overwogen af te melden of zelfs afgemeld hadden. En die nu toch, wel weer hier aanwezig zijn. Ja. Een aantal vrijwilligers ook voldoende, zie ik zo. Ja, zeker. We zijn weer goed bezet. En in totaal zijn er toch wel zo'n 300 vrijwilligers ook om en nabij mee bezig. Ja. Er is nog een omlijstingprogramma, zeg maar. Daar hebben jullie allemaal kunnen doen, of gaan jullie allemaal doen wat jullie van plan waren? We gaan alles doen wat we van plan waren. Ja, wat wel anders is, we hebben vorig jaar hebben wij onze bedankavond voor vrijwilligers naar de Donk gehaald. En we hebben er nu voor gekozen om deze opnieuw weer bij de Komeet plaats te laten vinden. Dus dat is eigenlijk de enige grote verandering die er is. En qua programma gaat het door zoals we het gepland hadden. Ja. Stel dat het allemaal zo goed bevalt, ga je komend jaar toch terug naar de Donk dan? Nou, we zijn wel heel blij met de Donk. En ik vind de Donk een heel mooi terrein. En we zullen moeten gaan kijken hoe we omgaan met de overlast van de rupsen ook voor de komende tijd. Want dat die blijven, daar is wel een feit. Dus daar moeten we wel met elkaar naar kijken. Maar het heeft niet mijn voorkeur om het daar meteen gedag te zwaaien. Nee.
huisje? Hier. Ja. Wie heeft dat gemaakt? Wij en nog Teun en Gijs. Ja. Wie heeft het meeste gedaan? Ik had wel één keer op mijn vingers getimmerd. En ik heb heel veel keer op mijn vingers getimmerd, op mijn duim. Want dat is moeilijk een huis bouwen, of niet? Ja, ik had een keer... Maar van Sam's moeder moest me zo doen, maar dat is niet makkelijk. Wat een keer? Ik had een keer een splinter aan mijn hand hier en een houtje eruit. Wat heb je gezegd? Je bent helemaal rood. Dat is niet. Ja, ik was het vol van. Hier zit de korstje nog eraan. Jullie zijn? Fleur. Pam. Gwen. Fleur. Wat hebben jullie gebouwd? Een soort hotel, alleen dan in de oerenwereld. Het thema is prehistorie? Ja. Wat heb je eraan gedaan, een prehistorie bij het huis? Ja, heel veel oude dingen erop. Ja. En dino's. Ja, en dino's. Wat? Met hoeveel zijn jullie hier in het huisje? 8 leiders. Ja, 8 plus leiders. Wat is er zo leuk aan de bouwdorp? Dat je veel kan bouwen. Ja. Heb je thuis ook ooit? Ja. Thuis net bouwen? Ja. Jij bent de buurvrouw, hè? Ja. Wij zitten daar. Je komt hier op de koffie? Ja. Is het gezellig hier? Gezellige buren? Ja, dat wel. Wat vind je het leukste aan bouwdorp? Het leukste dat je ook echt een onderwerp zelf mag kiezen en dat je dan ook echt met je team het zelf mag gaan bouwen. Hallo. Wat heb je nog meer gedaan, behalve bouwen? We hebben ook heel veel geknutseld. En heel veel spelletjes gedaan. Wat voor spelletjes? Ja, verstoppertje, tikkertje, springkanen zoeken. Ja, morgen is het afgelopen, hè? Ja. Vind je dat erg? Ja, want het was wel heel leuk.